Ik werd even op geattendeerd door de eigenaresse van de camping de Boersberg. Dat er stonden voor, stonden er. Kijk, iets over wat je. Dat ze eervolle vermeldingen hebben gehad. Een folder. Met foto's enzovoort. Oh, dat is leuk. Jongens, dus dit is de entree eigenlijk. Dat heb ik jullie laten zien. De lodge laat ik zien. Ik heb namelijk eventjes de drone opgelaten. Maar dat al een paar dagen geleden. En dat zal ik dan eventjes, als ik die lodge heb laten zien, als laatste nog eventjes die drone. Dat je dan echt een overzicht krijgt over hoe het hele terrein eruit ziet. Nou, dat is toch leuk, hè? Wat het leuke is van de lodge. Er staat hier op dat terras, jullie zien hier dit terras. Een prachtig set voor dat je een lekker zo in het zonnetje kan zitten en genieten van het uitzicht. Nu heb ik de kadak hier staan omdat we hier de broodjes op maakten en grote, als ik grote hoeveelheden had, dan kon ik dat op de skottel, die kon ik dan bakken. Maar dat ga ik zo meteen opruimen, want dat heb toch geen zin om te laten staan. Maar dan zien jullie dat hier best, kijk, hier vandaan, eventjes wat uit grootte laten zien, kijk. Dat is best nog mee. En je ziet ook vier van die stoeltjes. Nog twee speciale lichtstoelen erbij. Dus dat is nou, best wel aardig wat. Nou, even binnenkijken. Nou, dan gaan we even de lodge in. En het leuke is dat Joke en Nico die zijn namelijk aan het spelletje aan het doen. En hoe heet dit spelletje, jongens? Rummy Cup. Rummy Cup. Oh, Rummy Cup. Oké. Okay. En dan kan je meteen zien dat best... ruim is indeling is. Want kijk, dit is de tafel en er zit er hier iemand die gaat zitten en er zit er daar iemand en dan zitten we gewoon lekker te eten met z'n allen. En kijk, er is, en ik zei nog, er is een radio. Ja! En een televisie. En het leuke is van die televisie, dat is van Kanaal Digitaal. En Kanaal Digitaal, dus je hebt alle zenders die je maar kan bedenken. En wat ook onwijs lekker is hier, dat is het kacheltje wat jullie daar zien. Dat is een, ja, dat komt eigenlijk uit een campingkacheltje, maar, of een caravankacheltje is het, zoiets. Maar er zit gewoon gas op. En dus je kan gewoon lekker stoken zonder dat je denkt, oh, mijn fles raakt leeg of zo. En het is, hij verwarmt die hele lodge, want het is hier best lekker warm, hè? Heerlijk. Waar? Zeker weten. Kijk, de andere kant is een ruime zithoek. Een bank zit erbij en nog een stoeltje die je apart kan zitten. Dus als je zegt s'avonds van, nou, ik ga lekker op de bank zitten en dan ga je lekker televisie zitten kijken. En er staat hier in de keuken, dat is ook wel leuk, een microwave-oven. Het is een magnetron en dan ook nog eens een keer een oven, dus het is een combi-magnetron. Dan heb je een onwijs mooie afzuiger, die als je hier aan het koken bent, nou je ziet het, 4-pits gasstel. Echt ongelooflijk. We hebben een ongelooflijke mooie, ja, nou, er ligt nog een hoop eten in, maar we moeten namelijk nog eten, dus dat gaat helemaal goed komen. En er is een mooie koelkast erin. Je kan afwassen hier zo, koffiezetapparaat, er zit bestek, kijk, borden, bestek, glazen, alles zit erin. Hier een gijzer, zodat je dan, je kan lekker douchen hier zo. Kijk, bestek helemaal gevuld. Ja, er is, nee, is hier echt niet te koop. Dan hebben we hier de douche. Kijk, douchetoilet. Nou ja, wat moet je meer, douchen en toilet. Je hebt hier, kijk... Hartstikke mooie royale douche. Je hoort het ook meteen, hè, in de douche. En in de spiegel kan je zwaaien naar jezelf. Ook nog een wasbakje voor je tanden te poetsen. Dan heb je twee slaapkamers. Je hebt hier de logeerslaapkamer, of voor de kinderen. Kijk, dat is een slaapkamer. En zo'n lichtje aan doen. Even kijken. Is dat mooi toch? Twee bedden erbij. En wij gebruiken hem dan als opslag voor de spulletjes van Joke en Nico. Tenminste wij, Joke en Nico, gebruiken het, want die hebben deze lodge gehuurd erbij. En moet je kijken, dit is hun slaapkamer. Nou, toch super, een mooi royaal bed. En weet je wat ook grappig is?
Ze hebben er zo lekker op geslapen dat ze zeiden van, nou, misschien moeten we toch maar eens gaan kijken voor ons eigen voor ook zulke soort matrassen. Want ze vonden het wel heel lekker slapen, toch? Ja, heerlijk. Ah, lekker. Nou, onderwijl hebben we het balkon, hebben we de kadak opgeruimd. Ik heb nog eventjes de levelers voor de knaus heb ik schoongemaakt en liggen hier nu te drogen. Ik heb hier ook nog de Shinga Trotta zitten. Die zet ik nog niet uit elkaar, want dan kan ik nog eventjes naar het huis fietsen daar zo. Het sanitair fietsen voor het toilet te legen en zo. Nou, dit is eigenlijk de lodge. Ik hoop dat jullie het een mooie lodge vinden. En zoals altijd, duimpjes worden gewaardeerd. Reactie vind ik ook leuk. En voor degenen die nieuw kijken, die denken van hé, die lodge wil ik wel huren. Abonneren is gratis.